Ja, u heeft natuurlijk allemaal dat bord gezien hier op het Spuiplein voor Spui 76. U kent allemaal dat fantastische restaurant. Maar er is ook een initiatiefnemer die dat heeft verzonnen, want hij heeft er gewoon last van dat iedereen met de brommer langs crost. En dat is natuurlijk niemand minder dan de eigenaar van Spui 76, Dennis. Dennis, we zitten hier gezellig. Wanneer kwam op het idee om zoiets te doen? Nou, toen het mooie seizoen begon aan te breken met mooi weer, toen zag ik dat mijn kelners en ook mijn gasten last van hadden dat ze bijna omver werden gereden. En ik dacht, voor dat seizoen echt gaat beginnen, wat kunnen we daaraan gaan doen? Dat mensen zich bewust worden voor de veiligheid, voor de kinderen die hier rondlopen, voor mijn personeel wat hier rondloopt. En toen ben ik op het idee gekomen om die borden neer te zetten. Ja, en heb je een idee? En hoe realiseer je dat dan? Moet je naar een bordenwinkel? Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk wel. Op zoek gaan via Google wie er verkeersborden maakt. En uiteindelijk terechtgekomen bij een bedrijf in de buurt van Arnhem. En het idee voorgelegd. En deze hebben twee geweldige borden voor mij gemaakt. Ja. Ja. Maar er staat hier, zeg maar, het begin van jouw terras, ook bij Jan van de Groep van 033. Heb je het gevoel dat het een beetje helpt? Want je had last van bromfietsen, je beschermt je eigen mensen. Ja, hij staat er nog maar sinds gisteren, dus 2 dagen. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen bewust worden van het bord. En ook af en toe afstappen en het kleine stukje gaan lopen. Want reacties op Facebook en op internet zijn er zat, hè? Ja, op Facebook, dat is gewoon booming. En hij loopt bijna vast, zeg maar, van de positieve reacties. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel wat tongen losmaakt. En dat mensen gaan nadenken van, goh, wat kunnen wij hier aan veranderen om te zorgen dat we veilig op het terras kunnen zitten en dat de mensen die er werken ook veilig hun werk kunnen doen. Dan even naar de overheid, want je hebt te maken met de overheid, dus openbare straat. Hebben die al gereageerd? Nee, daar heb ik geen reactie van gehad. Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling om een reactie uit te lokken, maar wel om mensen bewust te maken gewoon van, ja, wat kunnen we aan de veiligheid doen op het Spuiplein? Want je zet iets midden op straat. Ik bedoel, is er al een boa langs geweest? Want daar hebben we allemaal een beetje mee te maken. Nee, maar die zien we toch sowieso niet in het dorp. Ja. Emilian, eventjes, we hebben het met Dennis gehad over het bord. Dat staat bij jou ook aan het begin van het terras, zeg maar. Heb je het gevoel dat het met je helpt? Ja, sowieso, want ik zie al, er stoppen mensen voor. Nou ja, er zit ook een camera, hè, die, Amsterdamse krant, hè. Dus het werkt. Want je had ook last, of althans hinderlijk, dat je eigen mensen overstaken en dat ze eigenlijk werden omgereden? Ja, ook dat. Maar het is meer te doen nog voor de kinderen. Dat is nog het belangrijkste eigenlijk. Maar ook voor onszelf, want soms dan, we worden gewoon af en toe gewoon bijna aangereden. En dan maar hopen dat het helpt natuurlijk, want dat gaat de goede kant op. Ja, ik denk het wel. Nou, hoe lang staat het nou, Dennis? 2 dagen, vanaf gisteren. Ja. Nou, je merkt nu al dat er voordeel is. Dat gaat goed dus. Goed initiatief, want discussies over Spuiplein zijn er zat. Ja, absoluut. Ja. En even een tip, de verkiezingscampagnes gaan weer beginnen met de partijen, dus ik denk dat je even daar naartoe moet. Ja, ik denk het wel, ja. Dus, dat is gratis tip, hè? Ja, nee, dat is goed, dat is prima. Ja, kom maar even kijken naar dat bord, want het is toch een ludiek bord. En Dennis heeft dat verzonnen, de man van Spui 76. En bovendien heeft hij nog lekkere hapjes ook. Dus ik zou zeggen, schuif aan en kijk ook gelijk naar het bord, dat de mensen afstappen en gewaarloos naar de overkant kunnen.